De hub aan de Ormoosjestraat, het Flora, die heeft er vandaag een fundraisingsactiviteit georganiseerd. Met name een activiteit met een car wash waar de organisatie hoopt wat gelden zo te verdienen. Omdat er toch wel heel wat zaken hier bewerkstellig moeten worden. Een leuke dag geworden met heel veel jongeren op de been. Waar er ook nog andere activiteiten zijn en ook nog andere organisaties hun bijdrage aan hebben geleverd. Wij van TBN Prime Alert waren daar ook aanwezig en Raj Mahango legde de volgende beelden vast. Mijn naam is Anushka Blanca en ik ben de voorzitter van de stichting The Community Hub. Mijn naam is Jetro Antjes en ik ben coördinator bij de Community Hub. Vanessa Sako, ook coördinator bij de Hub. Wat is de bedoeling van deze dag? Nou, de bedoeling van deze dag is, dan moet ik een stapje terug gaan. De Community Hub, de hub zoals hij bekend is, is een plek waar, ik vind het een magische plek. Maar het is een bibliotheek en een community center waar kinderen uit de buurt en eigenlijk elk kind uit heel Suriname welkom is om te komen leren, te komen groeien, om hun verbeeldingswereld te komen verbreden. En we doen dat pro deo. We draaien op onze eigen kosten. We zetten onze eigen gelden in. En we doen dus fundraising om die activiteiten te kunnen doen. We hebben verschillende activiteiten, ik denk dat de rest dat gaat vertellen. Maar die activiteiten moeten we gaan stimuleren. Want voor ons is belangrijk, ja, scholen is belangrijk en doe je best. Dat is goed, maar er zijn meer ervaringen die je moet opdoen. Behalve de bibliotheek en de community center wordt de hub gedraaid als een social entrepreneurship. Dat wil zeggen, de hub is van ons, voor ons, door ons. Onze kinderen zijn hier de directeur, de manager, de projectschrijvers, de projectontwikkelaars. Snap je wat ik bedoel? Waartoe moeten dan de kinderen gaan stimuleren en of ontwikkelen? De bedoeling is dat ze hun verbeeldingswereld verbreden. Dat je meer weet en ziet van de wereld dan dat je kent en denkt. Dat is heel vaak een probleem. Als je niet leest bijvoorbeeld, dan heb je een hele kleine woordenschat. Als je één bepaalde genre leest, dan weet je van die ene genre heel veel. Maar er is zoveel, er zijn zoveel verschillende mensen, er zijn zoveel verschillende dingen in de wereld die je zou moeten kennen. En wij willen zoveel mogelijk van die dingen laten zien. We werken bijvoorbeeld nu met Sido-B, daar zijn de doven en slechthorenden. En dan leren wij gebarentaal, maar we sluiten ze niet uit. We werken samen zodat onze verbeeldingswereld vergroot wordt. Merkt u dat de kinderen met alle graagte hier binnen stappen of is er nog een soort drempelvrees? Ik denk dat u dat aan de kinderen moet vragen. Dat is een vraag voor de kinderen. En uw rol als coördinator, wat doet u? Als coördinator help ik projecten coördineren. Zoals vandaag bijvoorbeeld. Vandaag hebben we onze fundraising en ik help coördineren door iedereen een taak te geven. Ik vervul zelf ook een taak, want ik heb ook geholpen bij de car wash. Niet omdat ik coördinator ben, wil zeggen dat ik alleen taken verdeel. Ik help met auto's wassen, ik help met dingen verkopen. Overal waar ik kan helpen, help ik. En daarnaast zijn er nog andere activiteiten, zoals elke zaterdag hebben we creatief lezen bijvoorbeeld. Bij creatief lezen sluiten we thema aan de dag en dan gaan we bijvoorbeeld praten over depressie of emoties of wat dan ook. En dan gaan we dan een boekje erover lezen. We gaan een interactief ding eraan aansluiten, want ze moeten niet alleen horen, maar ze moeten het ook beleven. En daardoor gaan we dan ook iets interactiefs met ze doen bijvoorbeeld. We gaan kleipotjes maken of we gaan, noem maar op. Ja, we gaan knutselen, daarna gaan we sporten. En het is op die manier proberen we dan spelend ze iets bij te brengen. Spelend leren we ze dan met emoties omgaan of over bepaalde dingen te praten. Dat is creatief lezen op de zaterdag. Daarnaast doen we nog veel meer projecten en ik denk dat als men een beetje over de hub wil weten, dat ze langs moeten komen. Ja. Hub TV. Hub TV, ja. Hub TV is een van, persoonlijk is het een van mijn leukste, is het een van de leukste projecten van de Hub. Hub TV komt op STVS, kanaal 8.2 op de maandag en vrijdag. Om kwart over zes. En op Hub TV doen we eigenlijk wat we op de zaterdag doen, maal 10. We gaan verhalen voorlezen, we gaan knutselen, maar we gaan het ook persoonlijk maken met de kijkers thuis. We gaan naar Komowijnen, we zijn naar Koroni geweest. We gaan overal, alleen maar zodat, zoals mevrouw Anushka al zei, om de verbeeldingswereld van kinderen te vergroten. Dat ze een beetje meer van Suriname zien, dat ze een beetje meer weten over
ja, de manier waarop men informatie opneemt, de manier waarop men leert, als het ware. Ja. En in deze periode van COVID-19, welke rol vervult de hub? Een hele opvoedkundige rol. We leren kinderen tenminste ook hoe om te gaan met deze situatie. Toch? En we leren zo eigenlijk ook dat COVID eigenlijk al bestaat. COVID gaat niet weg. Toch? Het is gewoon de nieuwe normaal. En je moet je gewoon houden aan de regels. Toch? Maar we leren ook dat een kind moet beleven. Toch? Niet om COVID gaan we zeggen van nee, we sluiten de kinderen uit. Nee, we proberen juist de kinderen zoveel mogelijk bij te betrekken en ze veel meer te leren. Het is een periode om want niet alleen de volwassenen stressen, maar ook de kinderen stressen thuis. Maar heeft dat jullie activiteiten meer of minder gemaakt in deze periode? Een hele tijd was het echt minder, vooral omdat we ook lockdown ook 6 uur was. Dan was het wel minder, maar we mogen niet jokken, de afgelopen dagen komt het weer los. En die kinderen leven zich echt uit. Je ziet gewoon dat ze de hub hebben gemist. Welke organisaties leveren vandaag hun bijdrage hier? Wij geloven dat je kansen moet delen. Wij zijn echt een organisatie die heel graag met andere organisaties wil samenwerken. We geloven er heilig in dat we elkaar moeten optrekken. Dus we hebben vandaag op bezoek de Dierenbescherming Suriname. We hebben Subo Day. En met hun doen we het vandaag. Ja. En met de middelen die er vergaard zal worden, wat zal er mee gedaan worden? Oké, we moeten het pand onderhouden. We gaan het herinvesteren in andere projecten. Vanwege COVID hebben we een tent nodig op ons achtererf. If there's anybody out there, we hebben een tent nodig op ons achtererf. Want we kunnen de hub is veel te klein aan het worden. En we kunnen niet, we hebben een multifunctionele zaal, maar die is helemaal dicht. Is onze main bron van inkomsten doordat we dat verhuren voor bijvoorbeeld foto's, fotoshoots. Maar we hebben zoveel kinderen die komen en we kunnen ze niet in het gebouw laten vanwege COVID. Dus we willen heel graag een tent op ons achtererf, zodat we daar met de kinderen verder kunnen. We hebben nog een terrein hiernaast, daar zou er ook een tent komen te staan. Dus als er iemand is in Suriname die de hub wil ondersteunen, we hebben een tent nodig. Want de kinderen hebben, ze moeten blijven spelen. Kinderen moeten kind blijven. Wij ervaren de stress van COVID en wij ervaren de stress die COVID meebrengt met de economie. Maar vergis je niet, kinderen hebben ook stress. Kinderen moeten zich ook kunnen uiten. Kinderen moeten ook een plek hebben waar ze niet op iemand, op een ander kindje hoeven te letten bijvoorbeeld. Of een plek waar ze gewoon heel even los kunnen gaan en zichzelf mogen zijn inderdaad. En de jongeren die vandaag allemaal meehelpen, doen ze dat vrijwillig of ja? Ja, we hebben een code en dat is, we noemen onze jongeren hubbers. En een hubber die creëert mogelijkheden, die is creatief, die is sociaal bewogen, die gunt de ander succes. Dus dit zijn allemaal jongeren, als wat ik u vertelde, we draaien een social entrepreneurship. Het is een onderneming, ze leren ondernemen en dit is een project waar iedereen zijn schouders onder zet. Iedereen, er zijn bepaalde die leidinggevende rollen hebben over een andere groep jongeren. Dus we doen ook nog leadership. Waar het lijkt op een simpele car wash. En daarom willen we ook dat heel veel mensen hun auto brengen. Want het lijkt misschien op een car wash. Maar ze leren ondernemen. Ze leren delegeren. Ze leren samenwerken. Ze leren communiceren om het werk sneller te laten gaan. Dus wat we doen bij de hub is het lijkt heel vaak op spelen. Maar we zijn eigenlijk... zijn het onderliggende dingen die maken dat kinderen op hele belangrijke dingen leren. En die ze eigenlijk zouden leren als ze voor het eerst naar hun werk zouden gaan na 21. Maar ze leren het nu op een spelende manier. Niks is fout bij de hub. Ouders en verzorgers, die begrijpen het belang van de hub. Ja, we hebben onze hubouders. We hebben een groepje hubouders die het belang begrijpen. Er zijn ouders die het nog niet zo goed snappen. Want het is... In Suriname is het niet zo vanzelfsprekend dat een kind een mening mag hebben. En dat het kind kan zeggen, nou ik ga even een project draaien. En het kind is 10 wanneer het dat zegt. Dus het is inderdaad van, wat ben je aan het doen? Je moet gewoon gaan spelen of weet je. Dus ja, die stimulans is er nog niet heel erg. Maar we hopen dat we dat kunnen bereiken. Het heeft ons 3 jaar geduurd om überhaupt zo druk en zo groot te worden. Dus ik geloof dat we met 1 jaar of 2, dat we ouders ook kunnen overtuigen om hier te zijn. Hi, ik ben Serena Blanca. Een hubber. Ik ben een paar maanden geleden een hubber geworden. En ja, ik vind het leuk hier. Ik ben 18 en ik ben
We vinden het leuk. En wat leer je allemaal hier? Nou, wat we leren. Hier leren we om onszelf te zijn. We gaan ook gepaard met talent, met zelfconfidence. We leren om men te gunnen, om niet te durven voor de wil te gaan. Bij de hub leer je ook creatief te zijn. Je leert ook om te durven. Daarnaast hebben we activiteiten die we ook doen. Sport en spel, kunst. Ieder hier heeft talent. Dus dat verbeteren we en ze pushen ons ook om beter te gaan en harder te gaan waarvoor je wil gaan. Ja. En jij, jongeman, hoe heet jij? Ik ben Dimairo en ik ben een huber. Ik ben ook een paar maanden geleden huber geworden. Wat vind je leuk? Wat vind je allemaal zo leuk hier? En ze leren ons om te groeien. Wij allemaal, net als hoe ze even zei, wij allemaal hebben talent hier. En dat laten ze ons gebruiken. We moeten niet aan te verliegen zijn om op tv te komen. Ze geven ons een push in ons leven. Io sorgo mi te mi combighi, te be problema vende, io vende na pu, le na mi sei. You take, fuleri mi waka, ma tembe fado, ye hopo mi baka. Mi e tegi utangi fu ala sani, sa you do. Tangi mi mama, me guardé un moro, lex sabor tu canta aquí. Mama, you can kiss it, alas, ayuani, nanga hey mi a ti, mi wangiu, alas, anirabi. En dit was het nieuws van zaterdag. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 87-493. E-mailen kan naar tbn.primealert@gmail.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot maandag. Een prettig weekend.